Als je googelt op Domitian-Rhea, dan vind je dat keizer Nero een paleis heeft laten bouwen dat eigenlijk het mooiste gebouw ooit ter wereld moest worden. Het concept, het mooiste gebouw ter wereld, leek mij perfect vertaalbaar naar het mooiste gebouw van Gent. Voilà. Domus Aurea. In 2013 kwam er in de Vlaanderenstraat een jaren 70 bankgebouw van Belfius te koop. En was eigenlijk geen vraag of ik het ging kopen en ontwikkelen. De vraag was wanneer. De Vlaanderenstraat is een opmerkelijke straat in Gent. Het was dé wandelstraat van de betere burgerij die het Zuidpark verbindt met het historische centrum. Vanaf de jaren 2010 was er toch sprake van een duidelijke heropleving, sterrestaurants, mooie winkels. Wat mij geïnspireerd heeft om eigenlijk die site te gaan ontwikkelen met een uitzonderlijk gebouw. En we dachten om de lat opnieuw hoger te leggen, een wedstrijd te organiseren met 4 architecten. De keuze van Govert en Van Oud was eigenlijk geen keuze meer. In de zin dat zij de ziel van wat ik wou bereiken op die plaats exact vertaald hadden in een architectuur brut. De enige manier om een oplossing te bieden die enerzijds nieuw was en anderzijds ook mogelijkheden had om toch iets van integratie te ontwikkelen, was om te kijken hoe die andere gevels waren opgebouwd. En we hebben daar een aantal lijnen, verhoudingen gevonden die we eigenlijk konden toepassen op die openstaande opening als het ware. Het bleek dat eigenlijk een volledige match te zijn. We hebben dus een klassicistische gevel, die 1800 N. En daarin zetten we een realisatie architectuur brut in beton, maar die eigenlijk voldoet aan dezelfde verhoudingen en architecturale waarden als die klassieke gebouwen. Het is alleen een vertaling van 1800 en naar 2010. Tot onze verrassing werd Hans die problematiek van hoe dat je iets nieuws inbrengt in een historische context, die werd ook internationaal herkend. Zodanig ver eigenlijk dat met iedereen die kwaliteit van dat ontwerp begon in te zien tot op dat niveau, tot in New York. Bottom line is dat er een gebouw ontstaan is met 2 appartementen en 1 anders gelijkvloers. En alle 3 die eigendommen zijn op zichzelf uitzonderlijk. Het appartement waarvan sprake op vandaag is eigenlijk een uitzonderlijk appartement. In de zin dat het niet alleen bijna 400 vierkante meter oppervlakte kent, maar dat het over een 7-tal terrassen beschikt. Je hebt inwendige of inpandige terrassen. Dan heb je terrassen aan de kant van de Vlaanderenstraat. Je hebt terrassen aan de kant van de Notarisstraat. En elk terras heeft niet alleen een ander licht en een ander zicht, maar heeft ook een andere belevingskwaliteit. Wat het eigenlijk uniek maakt.